in gesprek met Mariette en Dwight van de Make Love Work podcast. Leuk dat jullie in de Vinkeveen zijn gekomen. Fijn om zijn, mooi plekje om heen te rijden. Je bent met de motor gekomen, hè? Met de motor, het zonnetje begon te schijnen. En toen besefte ik van dit is waarschijnlijk een van de laatste ritjes die ik voorlopig zal hebben. Oh, omdat het nu bijna oktober is? Ja, het gaat regenen, het wordt kouder. Dus dan is het niet heel lekker om mee te rijden. Nee. Jij bent gewoon met de auto? Ja. Of een cabrio of iets speciaals? Gewoon een mini-clubman. Oké, okay. Ja, ook leuk. Ja. Hey, ik wil het over van alles hebben met jullie. Ik wil allereerst een beetje mijn excuses aanbieden. Want door tijdgebrek heb ik me niet 100% kunnen voorbereiden. Daar ben ik heel eerlijk in. Normaal luister ik namelijk alles wat los en vast zit wat van iemand te vinden is. Nou, ik heb van jullie allebei één podcast kunnen luisteren. Ik ga googlen, ik duik de archieven in. Maar ik dacht, misschien kun je ook overvoorbereid zijn. En ben ik dan niet meer nieuwsgierig genoeg naar jullie. Dus het kan zijn dat ik naar dingen ga vragen waarvan jullie denken, ja, maar hallo, dat had je toch al kunnen op Google kunnen vinden en zo. Maar dat is dan de reden. En ook de reden dat ik gewoon een beetje een persoonlijk gesprek met jullie wil voeren over iets waar ik al 48 jaar lang mee worstel. Namelijk de liefde. Ja. Daar weten jullie nogal wat van, hè? Ja, we hebben veel ervaring in. Ja. Dus ja, we hoeven er veel van weten. Over onszelf wel, ja. We zijn er wel heel nieuwsgierig naar. Okay. Het is ons favoriete onderwerp om over te praten. Dus, nou, voor mij ook, voor jou ook. Ja, zeker. Ja? Ja. Even voor de duidelijkheid, jullie zijn geen setje, hè? Nee. Want nee. Dat denken wel veel mensen. Dan denk je, oh, jullie hebben de podcast Make Love Work. Dus die praten over hun eigen struggle in de liefde samen. Maar dat is dus niet het geval. Nee. Wordt wel vaak gedacht, we hebben wel eens gehad dat we een opname hadden. En dat na de opname kregen we de vraag, en wanneer gaan jullie een kindje maken? Ja. Oh ja. Oh nee, we zijn geen stel. Dus de hele aflevering werd gedacht dat we stel waren. Ja, en ook wel een soort van teleurstelling. Oh, dat zou zo mooi zijn. Dat denk ik ook. Ja. Ik denk dat jullie namelijk ook een mooi kindje zouden kunnen maken. Dat denk ik ook. Dat denk ik wel zeker. Jij hebt al een kind, hè? Nee, wel een kinderwens. Oh ja, want die podcast hoorde ik. Je was samen met een man, ja. Jos. Ja. En dat was ook een bijzonder verhaal. Misschien kun je dat in het begin even vertellen. Nou, die dag dat jij dacht, nu wil ik een kind. Wat gebeurde er toen? Toen voelde hij, ik kan geen vader worden. En we hadden dat niet uitgewisseld. Dus ik kwam terug van mijn werk. Hij haalde me op bij het station. En toen zat hij met een betraand gezicht in de auto. En toen zei hij van, wow, wat is aan haar hand? Hij zei, ja, ik moet je iets vertellen. Ik zo, oké, wat dan? Ja, ik kan geen vader worden. En ik zei, hè, is hij naar een dokter geweest? Heeft hij prostaatkanker? Ik denk, nee, dat zou ik hebben geweten. Ik zei, oké. Okay. Dat is bijzonder, want ik voelde vanochtend dat ik er klaar voor ben om moeder te worden. En toen zei hij, ja, dat heb ik gevoeld. En toen wist ik ook, ik kan dat niet. Jullie hebben op die dag ook de relatie verbroken? Niet direct. We hebben er wel een maandje overheen laten gaan. Of misschien 2-3 weken. Dat weet ik niet meer exact. Het was heel kort daarna. En er viel niet echt omheen te werken. Nee. Het was heel duidelijk dat ik voelde, ik ben klaar voor het moederschap. En dat hij dus voelde, zonder te communiceren, ik ben het niet. En zo was ook onze eerste ontmoeting. Dus we hebben elkaar ontmoet in een droom. Dus dat is iets wat mensen ook een beetje een apart verhaal vinden. Mm-hmm, ja. Maar dat zijn dingen, dromen zijn voor mij altijd iets waarin er heel veel gebeurt. En waarin ik soms inzichten krijg en soms gaat het ook nergens over. Maar de dag voordat we elkaar ontmoeten, heeft hij over mij gedroomd. En herkende je nog niet? Nee, we kenden elkaar helemaal niet. We waren totaal niet onderdeel van elkaars leven. Ik kende zijn hele vriendengroep ook niet. Maar een vriendin van mij was aan het daten met zijn vriend. Die was jarig. En die vriendin die vroeg aan mij, wil je mee naar de verjaardag? Want ik vind het zo awkward, ik ken niemand. Ja. En ik vind het altijd leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Om in een gekke nieuwe settings te zijn. Dus zo hebben we elkaar ontmoet. Dus Jos en ik hebben altijd al een hele bijzondere band gehad dat voordat iets gebeurt, een soort van ongesproken ding, alsof onze zielen met elkaar praten. Wacht, ik heb daar een uitdrukking over gehoord. Twin flames. Ja. Waren jullie dat? Nou, er is over mij gezegd dat ik meerdere grote liefdes zou hebben. En er is ook al wel gezegd van nou, er zijn meerdere, dat ik zelfs 2 twin flames heb. Wie zegt dat dan tegen je? Mediums. Dus ik was een keer 19 toen ik naar een beurs ging. Toen werd voorspeld van, nou ja, jij gaat een bijzonder liefdesleven hebben met meerdere grote liefdes. Ja, en zo zijn er verschillende momenten geweest. Maar ik vind het woord twin flame vind ik ook altijd moeilijk. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Ja, zielsverwant of zo. Iemand ja. Die denkt, nou, daar heb ik echt een klik mee. Exact. Spiritueel ook. Ja, dus het is, iedereen die heeft daar een ander soort theorie over, of een twin flame en wat het dan inhoudt. Maar voor mij is het, ja, iedereen weet wel, dit is gewoon een fijne romance en een gepassioneerde, leuke vibe die we hebben. En oké, deze liefde die raakt me echt diep in mijn ziel. En deze persoon die verlies ik nooit meer. Okay. Dus die heeft iets in mij veranderd wat ik nooit meer
kwijtraken. En dat zou je dan een zielenliefde kunnen noemen. Is dat niet met iedereen die je tegenkomt in de liefde? Voor mij niet. Nee? Nee. Nee, ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Maar ik kan echt het leuk hebben met mannen. En ik kan geraakt worden op een niveau dat ik weet, door dit contact ben ik nooit meer dezelfde. Oké, ik heb dat zelfs met dit soort gesprekken. Ik blijf toch straks net iets anders achter dan dat ik hiervoor was. Of maak ik het dan te groot? Wil jullie... Jullie veranderen toch ook iets in mij nu of zo door wat jullie zeggen? Sowieso. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Maar ik denk als ik voor mezelf spreek in de liefde, ik voel, ja, gek genoeg voel ik vaak van tevoren aan wat het gaat zijn. Of het een ding is voor een weekend of voor een week. Ja, ik voel soms een plafond van oké, wij kunnen het heel leuk met elkaar hebben. Ja. En het kan misschien zelfs een jaar of misschien zelfs iets langer. Maar je zal nooit op dat plekje komen waar ik graag zou willen zijn in een relatie. En het is soms heel moeilijk uit te leggen, want dan krijg je te horen, ja, maar je bindingsangst of je moet je ervoor openstellen. Ja. Dat zou zeker kunnen. Want dat gerucht gaat over jou, Dwight. Inderdaad, ja. Ik heb wat mensen gesproken die hun podcast luisteren. Ja, je moet bij Dwight vooral vragen naar zijn bindings- dan wel verlatingsangst. Ja. Zullen we dat maar meteen even uit de weg gaan? Ja, nee. Ik heb mezelf ook die vraag gesteld. Ik ben zelfs in therapie gegaan. We hebben daar een aflevering over gemaakt. Omdat als jij die vraag zo vaak krijgt, dan ga je bijna denken, oké, maar misschien is er wel wat. Ja, ja. En ik kom natuurlijk uit een gezin waarbij mijn ouders op een gegeven moment uit elkaar gingen. Ja. Het was niet de meest liefdevolle relatie om te zien. Nou, slecht voorbeeld gehad. Ja, nou ja, in bepaalde opzichten absoluut. Ja, want ik zag mijn ouders niet vaak heel gelukkig met elkaar. En op een gegeven moment voel je wel van, oké, jullie zijn bij elkaar voor ons. En wij hadden zoiets van, doe ons alsjeblieft een gunst, ga uit elkaar. Ja. Nou goed, ik heb hele fijne relaties gehad in het verleden. Maar ik was wel heel kieskeurig daarin. Want ik dacht, ik wil het heel goed doen, want ik heb ook fouten gemaakt. De keren dat ik voor mijn gevoel niet kieskeurig genoeg was, ging ik een kant op waar ik niet op had willen gaan. Want ik begon op mijn vader te lijken. Ik was de vreemdganger. Niet kieskeurig genoeg, dat vind ik een mooie. Want jullie zeggen ook in een van jullie podcasts dat we doen langer over een auto kopen dan over onze volgende partner. Ja. Ik ben ook altijd van het een in het ander gerold. En nu pas ben ik op het punt. Nu pas begin ik te begrijpen waarom eigenlijk zoiets als daten uitgevonden is. Dat is eigenlijk een soort proefrijden. Ja, en niet meteen het bed in. Maar ik bedoel, even aftasten. Om te kijken of je elkaar kan uitstaan. Ja, uitstaan. Ja. Ja, ik ben, maar hoe is dat dan voor jou? Zeg maar, heb jij een verschil in ervaring van met wie je een soort van dat plafond waar het overheen heeft? En gewoon als je het dan hebt over wat is dan zielenliefde, iemand die je gewoon op een heel diep niveau raakt. En wat is het, en je kunt het ook hebben, gewoon we hebben het leuk en goed samen. Ja, ja, nee, ik ken die ervaringen allebei. Maar het wordt ook wel eng als iemand te dichtbij komt, voor mijn gevoel dan. Maar dat kun je misschien even parkeren. We gaan ook nog een gesprek voor jullie podcast opnemen, toch? Ja, ja, zeker. Ja. Goed. Nee, maar het is goed dat je het vraagt. En ik ben me aan het irriteren, ja, dit kan allemaal aan deze podcast. Aan dat blauwe lampje, wat op jouw gezicht schijnt, kun jij dit eens op dat blauwe stickertje, hier. Nou, hebben we het dan niet een beetje opgelost? Kijk. Ja. Beter, want je had een soort blauwe schijn in je gezicht. Nah. Een soort blauw baard. Oh. Hey, maar laat ik eens een grote vraag stellen. Waarom zijn liefdesrelaties toch zo verdomd moeilijk? Omdat in elke liefdesrelatie heb je te maken met mensen. En die maken het moeilijk. Die maken het moeilijk. Iedereen komt met zijn bagage. Iedereen is een klein beetje beschadigd. Wat litteken op je ziel. En vaak verwacht je toch dat je partner te gaat helen. Terwijl je misschien zelf heel veel nog moet helen. Ja. Dus de verwachtingen zijn misschien net iets te hoog van de relatie. En daardoor ontstaan heel veel teleurstellingen. Maar wacht, jullie zeggen wel ergens dat liefde toch een groot medicijn, of dat relaties een groot medicijn. Absoluut. Ja, dat zeg ik. Dat is ook mijn boek. Liefde als medicijn. Ja, precies. Zo heet jouw boek. Ja, ben je niet met haar eens? Nee, zeker wel. Wel? Zeker. Ik denk dat Dwight en ik een vergelijkbare visie hebben, maar onszelf soms anders uitdrukken. En ik denk dat we in sommige dingen ook een andere visie hebben. En dat het ook wel leuk is. Dat we gewoon een soort van mannen kijk, vrouwen kijk, Dwight kijk, Mariette kijk hebben. Maar mijn filosofie is dat je valt op de partner die jouw wonden spiegelt. En dat het daarom zo verdomde moeilijk is. Dus die wonden spiegelt. Dus heeft diegene dan dezelfde wonden ook? Nou precies, die heeft een patroon, die heeft zeg maar, als je het ziet als een puzzelstukje, dan is het puzzelstukje van de ander precies zo ontworpen dat het in jouw pijn drukt. Oh hey, ja. Zodat jouw pijn wordt geactiveerd. Ja. En daardoor word je zo getriggerd in een relatie en daardoor is het dus zo uitdagend. Dus zo geloof ik dat je onbewust altijd iemand aantrekt die een wond blootlegt.
Oké, dus het heeft helemaal niks met... Ik dacht dat het altijd met het genenpakketje te maken had. Dat we gewoon dat mijn genenpakketje jouw genenpakketje herkent. Denk, hé, daar zou een mooie baby uit kunnen komen. Dus daarom trekken wij naar elkaar toe. Dat geloof ik ook. Dat is op fysiek level zo. En ik denk dat je dan binnen die genenpakketjes... dan ook nog energetisch of op ja soort van op dat wondniveau... Ja. dan uiteindelijk degene kiest van het juiste genenpakketje... Ja. Waardoor je het meest gespiegeld gaat worden... in datgene wat jou zeer doet. Eckhart Tolle heeft het dan over het pijnlichaam, hè? Ja, het pijnlichaam, dat wordt dan geactiveerd. Dus je kiest gewoon het beste genenpakketje... die de grootste pijnlichaam activatie doet. Wauw. Maar waarom is dat allemaal? Waarom, ik bedoel, zo kort, zo lang duurt een mensenleven niet? Ik ben helaas God niet, dus ik zou het je niet kunnen vertellen. Maar waarom, dat denk ik wel eens. Waarom moeten we dan toch geheeld afgeleverd worden straks? Snap je wat ik bedoel? Je wordt 70, 80, 90 als je geluk hebt... Ja, oké, dan ben jij brandschoon en helemaal geheeld en dan ga je dood. Ja, ik weet dus niet of we brandschoon en helemaal geheeld zijn. Dus kijk, ik kan zelf alleen maar betekenis geven aan de gebeurtenissen die er zijn in mijn leven. En dan heb ik het misschien juist of onjuist. Dat maakt me dan niet eens uit als het voor me werkt, werkt het. Dus de betekenis die ik kan geven aan waarom kies je een partner die je pijnlichaam activeert. Ja, de enige betekenis die ik daaraan kan geven is dat je het... kunt leren houden van jezelf zoals je bent in je heelheid en in je gewondheid. Mm-hmm. En ik streef er niet naar om geen wondjes te hebben of niet getriggerd te raken. Ik streef er gewoon naar om mens te zijn en om dat gehele pakketje... Oh, ja. Geen perfecte versie van jou, maar niks meer aan mankeert. Nee, er mankeert altijd iets aan. En volgens mij is het hartstikke mooi als je als partners compassie hebt voor elkaar en begrip voor elkaar hebt... wanneer je dus vanuit je pijnlichaam reageert en wanneer je getriggerd bent. En dat er gewoon om gelachen kan worden achteraf. En tijdens mag ook, maar ik weet niet of dat altijd goed uitpakt. Ja. Nou, ik denk ook, als ik voor mezelf spreek... als je relaties aangaat, dan word je vaak geconfronteerd met de pijnen die je hebt. Met de trauma's die je misschien hebt opgelopen. En als je geluk hebt, dan leer je daarvan en dan wordt het steeds beter. Dus als ik ook kijk naar al mijn relaties, die werden steeds beter op verschillende facetten, want het zijn natuurlijk verschillende mensen. Ja. Maar wat ik dan hoop, dat is dan mijn hoop, dat als ik ooit vader word, dat ik een stap heb gemaakt, een grotere stap heb gemaakt die mijn ouders hebben gemaakt. En zij hebben waarschijnlijk ook een stap gemaakt als je kijkt naar hun ouders. Mm. Dus ik hoop dat mijn kinderen dan naar mij kijken en zeggen van, oh, dit is hoe je van een vrouw moet houden. Ja. Oh, dit is hoe je een gezin... Moet draaien. Dit is hoe je met je kind praat. Want ik heb natuurlijk dingen bij mijn ouders gezien waarvan ik dacht, oh, dit zou ik anders willen. Ja. En wat meestal gebeurt, is dat je exact hetzelfde doet. Je maakt dezelfde fouten en dan krijg je dat inzicht en denk van, oké, ik doe nu hetzelfde. Dit patroon moet ik doorbreken. En hopelijk doe je dat of hopelijk maak je dan een bepaalde stap en kijken je kinderen naar jou en denk van, oké, dit is hoe het moet. En dat er een proces in zit. Dus het gaat niet alleen maar om jouzelf, om je eigen leven, maar ook om wat je nalaat. Je doet het voor de volgende generatie. Ja, deels ook voor mezelf en voor de volgende generatie. Dat is win-win. Ja, en dat kids ook naar je kijken zo van... oh mijn god, pap en mam, wat zitten ze hier gewoon vast in? En dit ga ik beter doen. Oh ja, absoluut. Daar leren ze van. Ja. Ja. Laat ik eens iets persoonlijks vertellen. Dat doe ik wel vaker in deze podcast, Leven zonder stress. Ik ken eigenlijk alleen maar liefdesrelaties waarbij het of zo was. Ik zal het even kijken of het in de camera kan. Dus of ik sta hier, zij staat daar. Ja. Of andersom, ik sta beneden en zij staat boven. De gelijkwaardige relaties is bij mij... bijna altijd, en vaak gebeurde het ook nog in een relatie... dat het kantelde, weet je wel? In plaats van dat het gelijkwaardig werd... ging ik de rol vervullen van pleaser... waar zij eerst de pleaser was. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja. Hoe komt dat toch? Nou, ja. Ik denk dat jij die vraag kan beantwoorden, want jij trekt het aan. Ja, is dat zo? Nou ja, dat zeg jij mij net, dat dat nou ja, bij jou steeds gebeurt. Dat gebeurt steeds. En ik vraag me af, kan het ook een keer gelijkwaardig zeggen? Waarom moet toch altijd zo'n rollenspel van... plus en min en aantrekken, afstoten, weet je wel? Ik denk dat daarin best wel een balans in zit. Het moet niet te veel uit balans zijn, maar ik heb nog nooit een relatie gehad waarin alles exact gelijk was. En soms heb ik zelf... Want dan is er geen spanning of zo. Vind ik wel. Ja, dan mis ik toch een bepaalde spanning. Ik mis dan de uitdaging. Ik wil een betere man worden door mijn partner. Omdat ik iets zie wat ik nog niet heb, waar zij misschien al wel is, waar ik naartoe zou willen. En als ik dat punt heb bereikt, dan is er weer wat anders. Of dan verandert er iets in onze dynamiek. En kijk zij naar mij en denk van, oké, daar wil ik naartoe. Dus alsof je op een soort van wip zit. Ja, ja. Op een moment is zij boven en dan ik. Maar zolang ik weet dat er in de basis dat we gelijkwaardig zijn, dan is er geen probleem. Soms heb je ook dat zij net iets meer verliefd is op mij dan ik op haar. Oh, ja.
En soms is het andersom. Ja, zie je dat ook zo? Ja, het is een beetje situatieafhankelijk. Want op het moment dat jij steeds ongelijkwaardige partners aantrekt, in de zin dat jij steeds de sterkere bent of juist steeds de afhankelijke, dan is het, als het constant gebeurt, zit daar misschien een patroon. Dus als je steeds de sterkere bent, hoe vind je het moeilijk dan om jezelf afhankelijk of kwetsbaar op te stellen? Dus dat je eigenlijk degene wilt zijn die in controle is. Ja. Dus losstaand, dus het zou een patroon kunnen zijn als je steeds ongelijkwaardigheid ziet in je relatie. Maar dat er sprake is van ongelijkwaardigheid binnen een relatie, omdat het een wip is, dat is altijd zo. Ja. Dus er zijn altijd, zeg maar, toen ik Dion bijvoorbeeld net ontmoette, was hij degene. Ja, mijn huidige partner, ja. Was hij degene die er helemaal voor ging, super aanstond. Ik kon altijd op hem steunen, ik kon altijd bij hem huilen. Ik was ook nog, kan nog liefdesverdriet vanwege Jos. En dat kon je daar zelfs in kwijt? Ja, kon ik er zelfs in kwijt. Ja, en toen vervolgens flipte onze wip weer. Toen kwam Dion in een depressie. Oh ja. En mocht ik er weer voor hem zijn. Dus dat, wat dat betreft, zie ik dat ook als een wip. Oh, dus het is helemaal niet zo gezond dus. Dat, wat bedoel je? Ja, dat ongelijk, ja, ik noem het dan ongelijkwaardig, maar jullie vertalen het als wip. Nou ja, je hebt gelijkwaardigheid in de basis en ja, hoe noem je dat? Ongelijkwaardig verschillen? Ja, op dynamiek. Ja, bepaalde facetten. Dat je niet op één lijn staat of dat één wat verder is dan de ander. Ja, dat kan, dat vind ik zelfs juist heel leuk in een relatie. Ja. Ik denk dat... En, dat er verschillen zijn. Dat er verschillen zijn. Ja. En als ik voor mezelf spreek als man zijnde, en dat zou je misschien wel herkennen. Voor mij, ik heb wel eens meegemaakt dat ik met een vrouw aan het daten was en dat ik voelde dat ik gevoelsmatig... Stond ik boven in de relatie of was ik dominant in de relatie vergeleken met haar positie. En dat gaf me ergens een heel fijnig en veilig gevoel, maar het maakte me ook heel corrupt. Want corrupt? Het zorgde er wel voor. Je hebt veel macht dan. Ja, want ik voelde dat... Ik kan haar alles flikken. Ja, van nou, ze blijft toch wel. Oh ja. En dat is... Daar kon ik gewoon niet mee omgaan. En ik denk dat de meeste mensen daar niet mee kunnen omgaan. Want je gaat toch steeds grenzen verleggen... wetende dat ze waarschijnlijk toch wel zal blijven. Of dat ze misschien wel lang zou blijven dan ze eigenlijk zou moeten blijven. Oh ja. Dus ik heb mezelf moeten beschermen daarin van... oké, ik moet mezelf niet in dit soort situaties plaatsen... want het is destructief voor haar en ook voor mezelf. Ja. Maar geloven jullie dan in... jullie geloven niet zozeer in eeuwige liefde als ik jullie zo hoor. Want je hebt het over meerdere relaties en dan is dit uitgewerkt. Jullie geloven niet in dat sprookje van voor eeuwig en altijd... wat we kennen van Disney. Ik geloof wel dat dat kan voor mensen. Ja. En voor jullie? Want jullie zijn ook mensen. Ja, nee, ik geloof zeker dat het kan. Ik geloof alleen wel dat de vorm kan veranderen. Dus ik hou nog steeds van de mensen waar ik ooit van heb gehouden. Ja, dat is leuk. Dat is mooi gezegd. Alleen de vorm, het klinkt heel gek. Ik heb een ex, dat is een van mijn beste vrienden nu. Ik zie haar bijna zelfs als mijn zusje, hoe incestueus dat ook kan nee, klinken. Nee, maar ik ken het, ja. Maar ik heb zelfs ook met haar en haar ex gegeten. Want ze waren dan hier in het land, hebben we met z'n drieën gegeten. Nou, ik kom me dat... 15 jaar geleden totaal niet voorstellen. Ja. Oh, dat zou ik nooit kunnen. Heb jij nog contact met Jos? Ja, dat is mijn beste maat. Ja. Wat fijn dat dat kan. Ja. Moest daar eerst een tijd overheen van een halfjaartje geen contact? Of ging dat meteen? Nee, we hadden wel al... We gingen heel liefdevol communiceren met elkaar. Dus het was gewoon een soort van... Oké, we zijn goed. Alleen we moeten wel van elkaar onthechten. Dus laten we een half jaar even geen contact doen. Of nauwelijks contact gewoon om... uit die verstrengeling te komen. Je zit in elkaar systeem. Ja, en als ik hem nog elke week kan bellen... dan ga ik ook geen ruimte maken voor iemand nieuw. Ja. Dus dat hebben we wel echt bewust gedaan... van moeten even ontstrengelen. Heeft hij ook een nieuwe partner? Ja, hij is getrouwd. Oh, ja. Je glundert helemaal als je het zegt. Ja. Maar, ben je op de bruiloft geweest? Ja, ik was erbij. Maar je was toch niet best mee? Nee, dat niet. Oké. Okay. Nee, het was... Zijn vriendin die woont in, en hij woont daar nu ook in New Mexico in Amerika. Het was in COVID-tijd. Dus hij is ook getrouwd omdat er COVID was en hij niet meer naar Nederland kon vliegen. En hij alleen maar heen en weer kon vliegen wanneer hij natuurlijk een green card had. En daarvoor moet je getrouwd zijn. Er zit een beetje een praktisch verhaal omheen. Maar ik straal zo omdat ik hem natuurlijk een nieuwe liefde gun. En ik vind het ook gewoon geinig dat hij getrouwd is. Ja, waarom? Ja, nou ja, dat is gewoon... Vind je niet bij hem passen of... Ja en nee. Het is een hele spirituele man. Dus hij zou nooit zo snel iemand vragen vanuit zichzelf. Dus daarom moet ik er een beetje om lachen. Omdat het een beetje out of character is. Ja. Maar het is wel heel erg in zijn character om zich helemaal te geven aan de liefde. En dat dit er dan, als dit dan moet, dan trouwt hij. Dus toen was ik via Zoom aan het proosten naast al zijn familie.
Dus dat was toch gewoon fantastisch. Ja. Hey, jullie podcast heet Make Love Work. Mijn oma zei altijd, houden van is een werkwoord, jongen. Zijn jullie dat eens met oma Kikken, die 100 jaar oud geworden is? Nou, dat is moeilijk tegen te spreken. Ja, precies. Ik wil niet met je oma in discussie. Ja, is houden van een werkwoord? Maar ik merk toch in de praktijk, als je liefde niet voelt, dan denk je dat je niet meer van iemand houdt. Want ik heb wel eens met mensen gesproken over van, en dan zei ik ook, als ik eenmaal van je hou, dan is het voor de rest van mijn leven. En dan vroeg ik aan hun, is het voor jou hetzelfde? Ze zei, nee, voor mij niet. Ik zei van, maar als je van iemand houdt en diegene stapt uit je leven, dan vergeet je soms dat je van diegene houdt. Ja, maar als je dan met een paar dagen voel je elkaar het in de buurt bent, dan voel je van, ik heb er eigenlijk niet zoveel gevoel voor te doen. Dus ik snap wel, ik denk dat een relatie absoluut werk onderhouden, dat is werken. Ja. Maar houden van, als ik eenmaal in dat land ben gestapt, dan ben ik een eeuwige bewoner. Ja. Mooi. Voor liefde hoef je niks te doen, liefde stroomt. Alleen om liefde te laten stromen, heb je af en toe werk te doen. Oh, wauw, wat een mooie quote. Die gaan we zeker knippen, jongens. Dan moeten we even een notitie maken. Ja. En vreemd gaan, ik gooi hem er maar gewoon even in. Ik heb dat in het verleden aan twee kanten meegemaakt. Ik ben zelf wel eens vreemd gegaan. Ik ben ook wel bedrogen, noemen we dat dan. Is houden van dan, wat is houden van dan? Staat dat haaks op houden van of kan het ook tijdens houden van? Het kan ook tijdens houden van, wat mij betreft, als je daar open over bent. Voor mij is dat dan liefdevol. Ik heb met Dion een polyamoreuze relatie gehad, dus dan ga je zeg maar legaal vreemd. Dan vertel je al wel alles. Ja. En je vertelt wat je hebt afgesproken elkaar te vertellen. Dus sommige details. Ja, details. Wil je achter, sla je over. Die vind ik zo lekker klaargekomen. Ja. Echt. Wat die gast allemaal kan. Ja, wij experimenteerden daar ook mee. Van oké, wat willen we dan weten? Ja. Willen we dan ook weten hoe het seksueel is geweest? Of vinden we dat niet fijn? Dus dat hebben we dan ook gewoon geprobeerd. Van nou, deel daar wat over. Hoe ging dat dan? En dan gewoon even voelen. Ja, vind ik dat aangenaam om te horen? Of vind ik dat niet aangenaam? En dan op basis daarvan je openheid bepaald, je grenzenregels. Ja. Ken jij dat ook, polyamoreuze situaties? Ja, ik heb nooit zo'n relatie gehad. Niet in een officiële relatie, maar wel dat je meerdere partners bent. Ja. En dat je zegt, oké, we zijn niet exclusief aan elkaar. Maar ik heb zelfs als in jouw geval aan beide kanten gestaan. Hm. Mijn allereerste vriendinnetje waren ook voor het eerst seks met elkaar. Ja. Zij was toen vreemd gegaan. En ik denk, ik heb altijd het gevoel gehad alsof ik toen een stukje van mijn onschuld verloren. Omdat ik, dat is de enige vrouw over wie ik ooit heb gezegd, ze zal nooit vreemd gaan. Omdat ik zag dat toen echt als iets, als een moordpleger, dat doe je niet. Ja. En dat gebeurde toen, dacht ik, oké, dit is dus het leven. Dit kan dus gebeuren bij iemand van wie je totaal niet verwacht. En ik heb ook aan de andere kant gestaan. En dat was heel teleurstellend. Ik schaamde me omdat ik wist hoe het voelde. Mm. Ik heb het bij mijn ouders gezien. Mm. En dan toch ben je die ene man waarvan je dacht dat je dat nooit zou worden. Maar toen kwam ik er wel achter. Oké, het heeft niks met houden van te maken. Of ik het nou wel of niet doe. Mm-hmm. Het is iets totaal van mezelf. En om dat uit te leggen aan een vrouw is zo moeilijk. Want zij denkt, maar als je van iemand houdt, dan doe je dat niet. Mm. Is het egoïsme dan? Vreemdgaan? Ja, in zekere zin wel. Ja. Want ik kies ervoor om me driften of wat het ook is. Ik kies ervoor om dat na te jagen in plaats van of te communiceren met haar van dit is wat ik voel. We moeten of uit elkaar of we moeten hier iets mee doen. Hmm. Maar ik heb voor mezelf gekozen. Ik heb de boel bij elkaar gelogen om alles te behouden en mijn leven buiten haar om en haar. Ja. Dus dan ga je liegen en dan krijg je een soort van web aan leugens. En op het moment dat alles naar buiten komt, dan wordt het heel lelijk. Want dan worden al die leugens ineens bekend. En dan krijg je te horen, heb je over dit ook gelogen? Ik dacht van ik heb deze leugen moeten gebruiken om de hoofdleugen in stand te houden. Dus je kan niet, als je eenmaal begint aan die leugen, kan je niet een soort van half eerlijk zijn. Want dan moet je het opbiechten. Ja. Dus het wordt steeds lelijker en lelijker. Ben jij wel eens vreemd gegaan? Nee. Zou je het kunnen, denk je? Nee, eigenlijk niet. Ik denk, iedereen kan dat. Alleen in de manier waarop ik communiceer met mijn partners, of nu dan één partner, is dat niet nodig. Hoeft dat niet. Dus dan is het gewoon van, ik denk dat vreemdgaan vaak, het kan gewoon een incident zijn, een dronken bui of een whatever, of een drift die je even overneemt. Het zal in iedere situatie anders zijn. Maar in general geloof ik dat je vreemd gaat omdat er iets is wat je wezenlijk mist in je relatie. En het daar geen ruimte heeft. En je wil wel dat stuk van jezelf leven. En dat maakt meestal dat je vreemd gaat. Dus daarin zit iets diepers.
Dus op het moment dat ik dat opmerk in mezelf, dan wil ik dat bespreekbaar maken. Van, goh, hey, ik merk die en die en die gast, daar had ik een aantrekking mee of daar gebeurde iets mee. Volgens mij heeft dat te maken met zo. Ja. Wat gaan we doen met deze situatie? En je duikt meteen in de reden of het waarom. Ja, het waarom van die aantrekkingskracht. Je zou kunnen denken, jij komt uit een heel christelijk gezin, hè? Waarin natuurlijk traditionele waarden meegegeven zijn. Mm-hmm. Zou het daar niet nog mee te maken kunnen hebben dat dat gewoon niet in jou opkomt, omdat je zo toch een soort van geprogrammeerd bent? Dat ja, je bent met diegene met wie je bent en je gaat niet vreemd, want dat is een zonde. Ja, nou ja, Dwight en ik zijn alle twee christelijk opgevoed. Ja, jij ook? Ja, ja, maar ik heb wel een... Bij ons is er dus niet zo'n groot taboe op vreemd gaan. Nee. Bij mij in de familiecultuur. Dus nee, dat kan het verschil veel zijn. Moeten we niet ook gewoon eens loslaten? Moeten we niet gewoon terug naar de oertijd waarbij... Ja, iedereen het met iedereen deed. Is het niet ook gewoon ouderwets monogamie? Ik heb het geprobeerd natuurlijk. Ja, niet bevallen. Nou, niet voor de fase waarin ik nu zit in mijn leven. Omdat? Ik wil moeder worden. Ja. En dus dan voel ik me heel erg aangetrokken tot één man waarmee ik echt... Dat is een man waarvan ik bevrucht wil worden. En dat is de man waarmee ik een veilige haven wil. Ja. En dan ga ik eventjes heel plat gezegd zeggen... Ja, op een gegeven moment, mijn lichaam moet nog herstellen. Ik heb nog een titi lekt. Dan voel ik me niet zo heel erg van hoe. Je hebt nesteldrang. Ja. Ja, maar op het moment dat station gepasseerd is, denk ik dat op mijn 40ste. Ja, gaat de deur weer open. Op een knieën. Nou, dan weten we dat vast. Wanneer is dat? Zetten we het op de kalender? Nee. Ik denk trouwens dat er... dat is wat ik nu denk. Oké. Okay. Ik denk dat er voor mannen misschien ook wel een groot verschil zit in het feit dat mannen het wat moeilijker vinden om eerlijk te zijn naar hunzelf en daardoor ook naar anderen. Oh. Als ik met mannen praat over... overspel. Ik denk dat zoveel mannen eigenlijk heel graag, heel eerlijk zouden willen zeggen, schat, dit is eigenlijk wat ik voel. Dit is eigenlijk wat ik wil. Dit is wat ik wil en dit is eigenlijk wie ik op dit moment ben. Maar wat we vaak doen, we geven een versie van onszelf waarvan we weten dat sociaal gewenst is of geaccepteerd wordt door onze partner. Ja, heel mooi gezegd. En onze partner die kiezen daarvoor en die denken van, oh, dit is een man die ik wel wil hebben. Ja, een volwassen man die aan de toekomst denkt en monogaam wil zijn. Ja, dat is misschien wel de man die hij in potentie is of zou willen zijn, maar dat is niet de man die hij op dit moment is. Ja. Nee. En dan komen we onszelf tegen en denk van shit, ik heb een prachtige vrouw, een hele fijne relatie, maar ergens heb ik nog steeds die driften, ergens ben ik nog steeds dat jongetje die je nog steeds wil ontdekken en wil laten zien hoe ver je kan plassen. Ja. Ja, dus dan heb je twee werelden. Een dubbeleven. Heb je een dubbeleven. Ja. 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 En dat wat jij zegt over van nou, is het niet ouderwets dat monogamie? Ik zelf zie wel echt een enorme kracht in monogamie. Vertel. Ja, omdat je kiest voor exclusiviteit. Je kiest voor eigenlijk helderheid en een stevige basis. En op het moment dat je iets exclusief maakt, bijvoorbeeld je seksualiteit, dan krijgt dat veel meer waarde. Het krijgt veel meer verdieping. Ja. Op het moment dat je wil dat dat weer leeft of groeit, dan ben je beide committed om daar wat van te maken. Ja. Dus alle behoeftes die je hebt, ik geloof echt dat wanneer je kiest, dit is het kader, dat binnen dat kader alles mogelijk is. Mm-hmm. In ieder geval als je daar met toewijding aan werkt, dus dan is liefde weer een werkwoord, en kom je erachter van, nou ja, we moeten nu zo hard werken om het stromen te houden, onze seksualiteit, of we moeten nu zo hard werken om een deel van mezelf hier in te proppen wat er eigenlijk niet in past, dan moet je misschien je conclusies trekken. Ja. Maar ik geloof wel dat monogamie voor de meeste mensen werkt. Ook omdat je bepaalde skills moet hebben voor een polyamoreuze relatie. Die als je die niet hebt, die skills, dan wordt het ellende. En zo zie ik ook dat gewoon heel veel mensen die een open of polyamoreuze relatie starten dat vanuit verkeerde redenen. En dan start je al fout. Oké, en wat is een verkeerde reden? Nou, een verkeerde reden kan dus zijn van, goh, er is iets in mij, in mijn relatie waar ik niet tevreden mee ben. Dat is pijnlijk en ik wil weg van die pijn. Ik geloof niet dat het een goede reden is. Ik geloof dat je eerst die pijn aan hebt te kijken en dan met elkaar samen hebt te beslissen, gaan we dat oplossen? Ja. Of gaan we hier een substituut voor vinden? En is dat dan de beste oplossing, een substituut? Ja. Het heeft wat meer bewustzijn nodig, communicatieskills en echt die gezamenlijkheid. Ja. Dus ik geloof dat de polyamorie echt niet voor iedereen weg ligt. En misschien is monogamie ouderwets, maar ik zie het als iets wat heel krachtig is. En ook iets wat heel mooi kan werken in de zin dat een man echt zoiets heeft. Jij bent mijn vrouw en ik ben volledig toegewijd aan jou. Ja, dedicated. En ik hou ons veilig. Ja. En ik begrens. Maar jij zegt dit wel met een moederhart, merk ik een beetje. Ja, nou, ik weet het niet. Ik zeg het met een moederhart, maar
Dat kunnen rollen zijn die sommige mensen willen en blijven behouden. Kijk, ik voel mezelf als een heel... Ik zie wezen. Dat mijn leven als een heel wezen... Ik zie dat mijn leven heel veel fases heeft. Dus als ik dan zo stralend zeg naar mijn 40ste... Oh, je wilt het weer terugnemen? Ja, nee. Ik spreek namens... je kan nooit voor iedereen spreken. Mm. En, nee, jullie vertellen je persoonlijke verhaal hier. Exact. Ja. En ik heb ervaren dat polyamorie bij mij past... En dat het niet past bij mijn levensfase nu. Oké. En ik vermoed dat er een fase aanbreekt waarbij dat misschien wel weer gebeurt. Ja. Omdat het mij dient. Maar ik geloof niet dat het iedereen dient. En polyamorie is dus heel persoonsafhankelijk. En monogamie vind ik niet onderdoen voor polyamorie. Het is maar net, past het bij je. Oké. Maar ik vind wat je zegt, heb je echt gelijk in. Om zo'n relatie aan te gaan, het vereist bepaalde skills. Maar datzelfde vind ik dus ook van een monogame relatie. Ja, vereist ook skills. Tuurlijk. Eist bepaalde tuurlijk, dat doe je niet zomaar even. Als het ja. Kijk maar hoeveel mensen er vreemd gaan. Ja. Ja. Die hebben dus niet de juiste skills voor een monogame relatie. Ja. En ik denk oprecht dat het te maken heeft met eerlijkheid. Voor mij is mijn grootste, of een van mijn grootste levensdoelen is eerlijk zijn naar mezelf toe. Dat is vaak een heel moeilijk iets, omdat je... Ja, je hebt toch druk van je ouders. Mm-hmm. Je ouders die zien je op een bepaalde manier. Je vrienden, je hebt je werk. Dus je hebt allerlei rollen die je wilt invullen. Maar je wilt eigenlijk zo dicht mogelijk bij jezelf blijven. Maar je wilt ook mensen tevreden houden. Dus je zet elke keer een soort van masker op. En naarmate ik ouder word, gaan er steeds meer maskers af... waarbij ik soms ook mensen verlies. Mm-hmm. Maar wel dichter bij mezelf terechtkom. En denk van, oké, dit is wie ik ben met alle... lelijke kanten die er schaduwkanten. Ja. Klopt. Ja. Maar dat maakt me wel beter als het gaat om een monogame relatie. Want de keren dat het misgaan was omdat ik bepaalde maskers op had. Dus het vereist je was niet jezelf. Ik was niet mezelf. Nee. Dat is grappig, want jij vroeg van komt het vanwege je christelijke opvoeding... dat ik dus dan niet vreemd denk, mm-hmm. niet vreemd kunnen gaan. Dat heeft dus met die eerlijkheid te maken. Dus omdat ik die eerlijkheid zo belangrijk vind... is een waarde voor jou die heel belangrijk is. Ja, en dan daardoor zou ik het gewoon aankaarten. Hey, en ruzie maken. Mijn vorige relatie, die heeft 5 jaar geduurd... maakten we eigenlijk bijna nooit ruzie. En toen zeiden de mensen achteraf ook van... ja, dan is het dus gewoon een soort van kabbelrelatie geworden. Zijn jullie voorstanders van af en toe eens even een potje... lekker met elkaar wegvechten en daarna goed maak seks? Als het nodig is, ja. Maar ik ben een nog een grotere voorstander van peace of mind. Peace of mind. Ja, dat wil je in je relatie hebben. Ik hou niet van relaties die heel, heel turbulent zijn... als het gaat om negatieve conflicten. Ja, bellen en dan ophangen. Ja. Je kent het allemaal wel. Nee, dat, of met de een gaat op de andere kamer slapen. Of... Exact. Wat soms ook heel functioneel zou kunnen zijn. Ja, nee, precies. Maar echt expres om de andere soort van te jennen. Je ziet ook veel treitergedrag in relaties. Ja. Ik zal het jou wel eens even laten voelen hoe ik me daarover voel. Ja, en je hoeft niet constant de fluwele handschoenen aan te houden. Maar ik merk dat het toch, als ik ook om me heen kijk... mijn vrienden die zo'n toxische relatie hadden, zoals ze dat noemen... dat niet alleen invloed op hun relatie, maar op hun vriendschap... Alles. Familie, werk, alles. Ja. Het is een soort van virus en het verspreidt zich binnen no time in je hele leven. Ja. En ik van ja, maar dat wil ik niet. Ik wil een maatje hebben, ik wil een beste vriend hebben... waarmee we absoluut conflict mogen hebben. En we zullen het vaak genoeg niet met elkaar eens zijn... maar in ieder geval de intentie hebben om elkaar te begrijpen. Ik denk van oké, ik ben niet met je eens, maar ik begrijp waar je vandaan komt. Ja. Ik zie je alleen maar knikken, dus dan ben je met Dwight eens. Hè? Ja, grootste dingen wel, maar dat is ook weer persoonsafhankelijk. Want kijk, als je een monogame relatie biedt bijvoorbeeld wat meer rust... Dus als het gaat over die rust die je in de basis nodig hebt... Mm-hmm. Ik geloof dat iedereen een bepaalde basisrust nodig heeft. En als die sterk genoeg is, dan kan je wat meer passie aan. Ik ben ook heel harmonieus van aard. Dus ik hou ook meer van een rustige basis. Ja. En polyamoreuze. Nee, helemaal niet. Nee, want ik kan er niet tegen als er dingen in onderstroom zitten. Dus als er dingen niet uitgesproken zijn, dan stroomt het niet. En ik hou er niet van als het niet stroomt. Dus dan confronteer ik, want dan... Dan stroomt de liefde weer, dan is er ontspannenheid. Dan zit je ook zo strak in je lijf, weet je wel. Ja, dat is het niet. Nee, dat is het niet. Ik heb ook wel eens gelezen in een boek over liefde... dat de beste liefdesrelaties die zijn waarbij je elkaar net niet hebt. Ja. Ja. Dat kennen jullie ook, denk ik. Ja, is dat waar? Klopt vind dat? Wel, ja. Vind ik wel. Je moet elkaar net niet hebben. Dan blijf je je best doen. Juist. Dan blijft het aantrekkelijk. Vind ik wel. En daar kunnen die ruzies dus wel aan bijdragen. Dat je elkaar net niet hebt. Ja, nou ja, op het moment dat het dus super harmonieus is... Dan moet er even... kan er ook afstand zijn. Oh ja. Dat kan. Maar meestal is het juist in zo'n strubbeling... dat je elkaar net niet helemaal kan vinden... en dat er dus ook afstand is. Dus daarom heb ik ook een positieve associatie bij
Maar Dwight die ging vast iets moois zeggen. Ja. Nee, als we het hebben over de ongelijkheid bijvoorbeeld in de relatie. Ja. Dat kan bij mij dus, denk ik, en ik zou heel graag willen dat het anders zou zijn. Maar als ik heel eerlijk naar mezelf ben. Als ik me te comfortabel voel, dan kan het best zijn dat het erin sluipt dat ik nonchalant ga worden. Ja. Dat we minder gaan daten. Ja, ja. Dat ik minder... Minder mijn best om toch even een hoekje op te doen. Om het zit toch wel goed tussen ons. Ik moet eigenlijk constant op het gevoel hebben van... Ja, maar ik kan haar kwijtraken als ik niet alles eraan doe om haar bij me te houden. Ja, ja, ja. Maar wat is het dan toch bij ons mannen dat als we samenwonen... dat we op een gegeven moment denken, nou, de buiten is binnen. Ik hoef me niet meer te scheren of wat dan ook. Of ik ga een keertje minder naar de kapper. Wat is dat toch? Ja, misschien dat instinct. We hebben gejaagd en de buiten is binnen. Dus oké. Nu weten we misschien niet zo goed wat we moeten doen. Ja. Omdat dat niet ons hoofddoel is. Ik denk dat vrouwen heel goed een groep bij elkaar kan houden. En dat vrouwen misschien daar ook meer energie steken in het daten. Dat merk ik zelfs bij mijn familie. Toen mijn opa kwam te overlijden, was hij niet zoveel aan de hand. Tuurlijk, mensen waren heel verdrietig. Maar toen mijn oma kwam te overlijden, kregen broers die ruzie kregen. Ja? Want zij was de bewaker. Ik vind dat vrouwen veel territorialer zijn dan mannen. Echt? Ja, absoluut. Maar op een subtielere manier? Op een net wat andere manier. Vrouwen houden groepen bij elkaar. Maar dat is hun territorium. Alles wat in hun territorium zit, wordt bij elkaar gehouden door de vrouwen. Vrouwen fungeren toch als een soort van lijm in de gemeenschap. Mm. Mannen toch net iets anders, net iets minder. En daardoor zie ik als mannen in een relatie en gaan samenwonen, daardoor weet ik zelf ook, daardoor was ik aan het twijfelen om überhaupt samen te wonen. Mm. Ik denk van, ga ik dan niet iets inleveren wat ik misschien nooit meer terug kan krijgen? Mm. En dat zou zijn? Het niet daten. En dan word ik misschien te makkelijk en dan nonchalant. En dan, voor je het weet, het is een soort van tuin die je verwaarloost. Want je hebt hem toch al. Ja. En voor je het weet zit het vol met onkruid. En weet je niet meer waar je moet beginnen om het op te knappen. Ja. Wauw, dus een mooie metafoor. Dus dat is toch een soort van angst wat altijd in mijn hoofd is blijven zitten. En daarin moet ik denk ik groeien. Mezelf vertrouwen dat ik wel kan blijven daten. Wel energie kan blijven steken in iets wat ik al heb. Ja. Maar het is toch wel angst voor me. Wat is jouw langste relatie? Zes jaar. Oké. Dat was met? Jos. Oké. Ja. En jij? 4,5 jaar. Oké. Ja. En waarom ging dat uit, als ik zo persoonlijk mag worden? Dat was ook een cultureel verschil. Met ouders te maken. Het was geen gebrek aan liefde. Weet je niet geaccepteerd? Nou, het was niet persoonlijk. Oké. Want het had niet zozeer met mij te maken. Oké. Want ik had... Achtergrond? Ja. Het was meer dat, inderdaad. Oké. Ja. Dus, toch pijn, het lijkt me een pijnlijke reden, want dan is de liefde er wel nog en dan door omstandigheden gaat het uit. Ja, maar ik heb nooit persoonlijk genomen, omdat ik wist dat het niks met mij te maken had. Dus het is maar net hoe je het bekijkt. Je kan het inderdaad heel persoonlijk nemen. Maar ja, goed, als je me nog nooit hebt ontmoet en nog nooit een woord hebt uitgewisseld, dan heeft het niks met mij te maken. Dan is het iets van jou wat ik ook nog eens snap. Ja, ja. Nou, jouw reden met Jos weten we. Kinderen. Dat was het kinderwens. Ja. Ik zit even over iets te denken waarom wat ik wel in het interview wil fietsen, maar wat natuurlijk een beetje een beladen onderwerp is. Ik weet ook niet precies hoe ik het moet aanvliegen. Maar Dwight, hoe moet ik dat nou? Ik weet niet eens hoe ik het moet vragen. Zoveel lading zit er op dat onderwerp. Dat is zo stom. Nou, voel je een beetje aan welke kant ik op wil of niet? Nee, maar ik zou gewoon zeggen wat je voelt. Nou, het heeft met huidskleur te maken. Ja. Val jij op witte vrouwen, op zwarte vrouwen? Heb je ervaring met allebei? Ja. Hoe is dat? Want ik kan me voorstellen, ik vind jullie namelijk samen... Vind ik sowieso een hele leuke samenkomst, anno nu. Gewoon, weet je wel, ik kijk niet eens naar huidskleur, maar toch, het is wel een thema natuurlijk. Ik hoorde jou ook in een podcast over racisme. Ja. Heb jij racisme... Nou, laat ik de vraag zo stellen. Heb jij racisme meegemaakt in liefdesrelaties? Ja, ik heb was ik een jaar of 18, 19, had ik een vriendinnetje en haar vader was Tsjechisch. En dat was lastig. Maar die had ik ook ontmoet op een gegeven moment. Dus dat voelde wel wat persoonlijker. Ik was ook wat jonger. Maar dat was het van, ik wil geen donkere man voor mijn dochter. Dus, maar goed. Dat is toch kut? Ja, zeker. Absoluut. Alleen ik denk dat als donkere man, ik kom uit Amsterdam-Zuid, Witteveen. En ik ben 37. Rijkenwijk. Ja, en zeker toen ik jong, want ik ben 37, dus zeker 20 jaar, 25 jaar geleden was die wijk anders, was het nog witter. Dan je leert ook wel om je te manoeuvreren in een witte wereld. Dus je leert beide talen spreken. Mm. Je leert meerdere talen spreken, want ik groeide op in een witte wijk, maar mijn ouders zijn Surinaams. Mijn voetbalteams waren multicultureel. Dus je krijgt onbedoeld bepaalde skills om met dingen om te gaan. En
ik zie mezelf gelukkig en daar moet ik dan mijn ouders credits voor geven. Ik heb mezelf nooit als een minderheid gezien. Mm. Dus op het moment dat zoiets gebeurt, voel ik me niet snel aangevallen. Het haalt geen pijn bij je omhoog. Nee, het haalt geen pijn bij me omhoog. De dingen die bij mij pijn doen, zijn de dingen die historisch zijn gebeurd en waar we nog steeds die heel verweven zijn in de maatschappij. Dus slavernij. Slavernij, inderdaad. Dus als het moeilijker is als donkere man om ergens in een bedrijf te komen, omdat je een donkere of man om een huis te krijgen. Om een huis te krijgen. Dat soort dingen vind ik veel pijnlijker. Dat is nog steeds het geval. Dat heb jij ook meegemaakt. Ja, dat is nog steeds het geval. Ja, ik heb wel eens gehad bij een, was bij een reclamebureau, te vroeg aan de CEO van hoe komt dat er hier geen allochtonen werken? En hij zei, ik heb er nooit over nagedacht. En ik begreep het heel goed, want meestal kies je toch mensen uit die het meest op jou lijken, omdat je het herkent. Dus het heeft niet zozeer te maken met racisme, maar het is wel iets... Iets van het oerbrein? Ja, het is iets systemisch bijna, wat zo lang in een cultuur zit, in de maatschappij zit, dat je niet eens meer bewust bent van dat je dat doet. Ja. En je kiest voor wat vertrouwd is. Ik kies voor wat vertrouwd is. Ja. Dus, maar dat vind ik niet de pijnlijker. Uitzondering op de regel. Nee, exact. En ik zou je graag als vriend hebben. Gewoon als vriend hebben. Maar als ik erover nadenk, inderdaad in mijn vriendenkring. Ja, ook allemaal witte mensen. Ja. En dan denk ik, waarom eigenlijk? Nou ja, mijn ouders bijvoorbeeld, al hun vrienden zijn donker. Maar mijn vriendengroep is weer heel gemengd. Ja. Dus je ziet dan een verschuiving. Okay. In hetzelfde wat we hadden over liefde. Voor mij en mijn kinderen. Er gaat een verschuiving plaatsvinden. Maar één persoon of één generatie moet iets anders doen. Ja. Daarom is het toch jammer dat jullie geen setje zijn. We zijn een podcast setje. Ja, oké, okay, maar toch. Nee. En heb jij dan, hoe zeggen we dat dan, een vriend van kleur gehad? Ik ben wel altijd op donkere mannen gevallen. Oké. Okay. Ja, dus als dat het woord is wat je ervoor mag gaan. Ja, ja. Het is allemaal zo ik ben niet meer up-to-date met... Nee, ik ook niet. Wit, met zwart, het vocabulaire. We zijn gewoon mensen. Inderdaad. Ik weet ook niet waarom ik dit... Ja, dit onderwerp snijd ik natuurlijk ook aan omdat het altijd zo actueel is. Het wordt altijd zo breed uitgeweten in de media. Ja. Is dat wel fijn dat we het nu weer over hebben? Ik vind het juist goed dat je over dit soort dingen gewoon kan praten. En ik zou ook tegen mijn vrienden, tegen mijn witte vrienden, om het even zo te zeggen. Ik heb een keeper gehad. Oké, dit is een ander voorbeeld. Ik heb een keeper gehad. Ik speelde bij AFC en we hadden allemaal een vaste plek in de kleedkamer. En hij was een kamper. Witte man. En hij noemde me blauwe bijvoorbeeld. Of zo van, je bent zo donker dat je blauw bent. Maar ik reageerde alsof hij mijn naam noemde, omdat we zo'n band hadden. Ja, daar kon je gewoon hebben van. Kon ik van hem hebben. Ja, dus we zeiden de meest verschrikkelijke dingen naar elkaar. Maar omdat je zo'n band met elkaar hebt. Dus wat wegvalt is achtergrond, kleur. Alles valt helemaal weg. Maar ik neem toch aan dat het N-woord jou toch pissed off maakt dat iemand dat zou gebruiken. Nou. Zeker. Ik zou het ook niemand aanraden om dat te zeggen, omdat je niet weet wat het voor de ander kan betekenen. Hmm. Dus het is gewoon een scheldwoord. Ja, waarom zou je het doen? Ja, dan moet je gewoon van weg blijven. Maar dat heb ik zelf ook met Joodse mensen bijvoorbeeld. Bepaalde grappen waarvan jij denkt, ik weet wat je bedoelt. Ja. Ik zou bepaalde grappen niet maken omdat ik niet weet wat het voor jou betekent. Ja. Dan blijf ik daar liever van af. Maar dan hoor ik allemaal, ik ben hip-hop fan, hè? Dan hoor ik allemaal rap uit Amerika. En dan wordt dat woord natuurlijk gewoon te pas en de onpas onderling gewoon als een soort geuzennaam naar elkaar gebruikt. Ja. Daar heeft het dus een totale andere lading. Heeft een hele andere lading. Ja. Maar dat heb je soms, dat heb je bijvoorbeeld in Amerika ook, dat vrouwen elkaar soms liefkozend bitch noemen. Biatch. Ja. En dan denk ik, want soms krijg je de vraag van, ja, maar in een rapnummer wordt het wel gezegd. Ja. Hoezo mag ik het niet zeggen? Nou, ik zeg, nou, hetzelfde geldt voor vrouwen die elkaar soms liefkozen. Ja. Daar moet je ook van af. Het is de intentie. Of homoseksuele mannen die elkaar op een bepaalde manier aanspreken. Ja. Dat is van hun. Daar moet je van afblijven. Ja. Nou, dan toch blij dat ik het er even in gefietst heb. Ja, nee, ik weet niet. Ik vind het ook zo'n actueel onderwerp. Ja. Wat speelt er nu eigenlijk? Dus bij jou... kinderwens. Ja. Wonen jullie samen al? Ja, al lange tijd. Oké, in Amsterdam. Ja. Hoeveel kinderen wil je, mag ik dat vragen? Vroeger wilde ik er 6. Oh, en nu 5? Nee. Nee? Nee, ja, misschien 2. Hey, maar je weet natuurlijk ook nog niet steeds zeker of het überhaupt wel gaat lukken. Want we zeggen in Nederland altijd wel eens van we gaan kinderen nemen. Maar ja, daarom. Het moet je gegund zijn natuurlijk. Ja, exact. En je hebt een hele spirituele kant. Hè? Jij legt ook tarotkaarten. Dat kan jij, hè? Ja. In hoeverre weet jij nu al bijvoorbeeld of het een meisje of een jongen gaat worden? Zie je al voor je wat de naam, weet ik het hele omveld? Ja, naam weet ik al. Ja. En nou ja, Dwight en ik weten dat eigenlijk alle twee. Dat we hebben alle twee het vermoeden dat onze eerste een vrouw gaat zijn. Dus jij voelt dat ook. Ja. En nu heb ik voor jou antwoord gegeven, sorry. Maar in ieder geval, ik voel dat het een meisje is. Alleen ik voel dat dat echt is bij Dion. Dus bij de partner waarmee ik nu ben, voelt het alsof het eerste meisje gaat worden.
misschien is mijn gevoel niet juist. Nou, dat merk ik dan vanzelf wel. Maar stel dat de relatie met Dion uit zou gaan en ik zou een andere partner krijgen, dan kan er weer een andere ziel komen. Dus ik voel heel erg dat zielen het koppel kiezen en de energie van de koppel. En dat wanneer dit zieltje, dit hangt echt al 3 jaar om me heen. Dat voel je. Ja, ja. En ja, we hebben haar al een naam gegeven ook. Bijzonder. En al de kamer al ingericht daarop? Of? Nou ja, we hebben een nieuw huis. Hebben we wel een kamer voor haar ontworpen. Okay, ja. Dus dat is allemaal. Maar goed, het blijft de vraag of ze komt. En wanneer? En wanneer? Dat bepalen wij dan niet. Nee. En het ritueel trouwen, hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dat lijkt mij echt fantastisch. Ja? Ja. Ik hoef het toch niet meer over te zeggen. Ik vind dat lijkt toch me heerlijk. Ja? Ouderwets misschien? Ja, en ik snap nog niet helemaal. En ik voel me nu echt weer echt een droogkloot. Omdat het is totaal niet romantisch om op die manier naar trouw te kijken. Ja. Maar ik snap de meerwaarde nog niet helemaal. Nou, het ritueel, een soort verklaring die je uitspreekt. Ja, maar dat wettelijke. En dat het dan toch. Ja, kijk, dat dan, hoeft van mij ook ja, allemaal dan niet. Dan zou ik liever zelf een feest geven waarbij we onze liefde vieren. Ja, dat is voor mij trouwen. Ja, precies. Ja. Maar dat wettelijke, dat vind ik allemaal, dat wil ik er ook gewoon uit. Ja? In het trouwfeest wil ik ook niet iets met iets officieels. Nee, nou ja, gewoon mijn eigen ceremonie. Leven je ouders nog? Ja. Die zouden dat denk ik toch wel fijn vinden als het een beetje traditioneel gebeurt. Ja, nee, ja, zeker. Maar ik denk dat ze me ook wel inmiddels een klein beetje kennen. Dat je het op jouw manier doet. Ja, en daar zullen vast wel traditionele elementen in zitten. Ja. Ja. Zijn jullie ook van het experimenteren met ayahuasca bijvoorbeeld? Nog niet gedaan, wil ik wel doen. Alleen een tijd terug had ik een bepaalde intentie. En dat was mijn relatie met mijn vader. Nou, met mijn ouders wilde ik doorgronden. Ik wilde weten wat daar zat. Mm-hmm. Maar dat heb ik eigenlijk door te praten met ze. Op een bepaalde manier met ze praten. Heb ik dat eigenlijk ontdekt wat het precies is. Heb ik geheel dingen opgelost. Dus ik heb op dit moment nog niet helemaal een juiste intentie om met ayahuasca te beginnen. Want wat ik begrepen heb, is dat je eigenlijk met een bepaalde intentie een vraag. Ja. Zo'n ceremonie moet instappen. En dingen als, wat heb je niet nog allemaal? Choco bliss en truffels. En ook allemaal niet? Nou ja, ik heb een van mijn mooiste reizen. Ja, dat is misschien wel de beste omschrijving die ik kan geven. Dat was met LSD. En dat was Ik heb altijd, als ik iemand op straat dan ontmoette die dan iets bij mij zag, had het altijd te maken met kleuren en vrouwen. Het waren al twee elementen die terugkwamen. Mm-hmm. En tijdens mijn LSD-reis kwam exact dat terug. Ik zag de vrouwenlijn in mijn familie. Dus het ging helemaal terug. Zag ik allemaal verschillende vrouwen met allemaal verschillende gezichten en kleuren. En toen dacht ik, er is dus iets. Oh ja, en een DMT heb ik ook gedaan. En toen kwam ook weer een vrouwelijke entiteit naar me toe. En die hield mij vast. Dus die twee elementen, daar zit dus iets met vrouwen. Ik voel me ook heel comfortabel bij vrouwen. Ik ben ook echt opgegroeid met veel vrouwen om me heen. Dus daar zit iets in mij waarvan ik nog niet exact kan pinpointen wat het precies is. Maar dat zou ik misschien wel tijdens een ayahuasca-reis kunnen ontdekken. Ja. Dat is wel leuk, je hebt mij ooit gezegd dat vrouwen jouw grootste leermeesters zijn. Oh, by far. Dat, absoluut, ja, dat zeker. Jouw wijsheid groeit door de interactie met bepaalde vrouwen. 100%. Jullie doen niet voor niks die podcast samen natuurlijk. Ja. Nee, dat is mooi. Ja, ik doe eens in de 7 jaar doe ik ayahuasca. Eens in de 7 jaar? Ja, omdat ik merk dat er 7-jarige cycli in mijn leven zijn. Dus eens in de 7 jaar doe ik ayahuasca. En dan krijg ik zoveel inzichten dat ik er 7 jaar doe om die echt te belichamen. Okay. Dus dan denk ik, nou, dat doe ik over 7 jaar, doe ik weer de volgende. Wanneer is de volgende? Die is over 5, 6 jaar. Okay. Dus ik heb redelijk recentelijk dat gedaan. En nou ja, sowieso mushrooms, dat vind ik heel mooi. Heel soms doe ik een microdose. Dat doe ik niet heel vaak, maar wanneer ik dat zo voel. Ja. Ik vind het heel leuk. Ja, LSD natuurlijk ook gedaan. DMT gerookt. Je hebt van alles en nog wat. Je hebt HP, je hebt gewoon zoveel dingen. Is dat? HP, dat is. Ik maak wel eens de grap dat de gasten op de Zuid, als die snuiven kook. En dan op een gegeven moment worden ze spiritueel. En dan gaan ze kristallen kettingen dragen. En dan gaan ze HP snuiven. Dus dat is. Wat is dat? Het is een soort van poedervorm. En dat brengt je gewoon even helemaal in je lijf. En je een bepaalde helderheid brengt het. Doet bij iedereen weer wat anders. Is het legaal? Ja, dat is legaal. Okay. Ja. Maar ja, plantmedicijnen, ja, dat gebruik ik. En drugs, dat niet meer zo vaak. Dus LSD wordt dan nog natuurlijk gezien als drugs. En een paddo of truffel weer als een plantmedicijn. Doe nog wel beide, maar
Ik merk dat ik plantmedicijnen, dat mijn lichaam daar beter op reageert. Dus dat ik dat liever doe. Zijn jullie met de podcast ook wel eens in een swingers- of parenclub terechtgekomen? Die dachten, nou, dan gaan we dat eens onderzoeken. Gewoon, we zetten ons podcastsetje neer, terwijl er overal mensen met elkaar de oudste beweging ter wereld aan het doen zijn. Is dat iets? Nee, of, nog niet, maar het klinkt wel. Want jullie gaan best wel, als ik jullie podcast bekijk, het gaat best wel veel over seks. Ja. Ja. Hoe komt dat? Nou, hoe komt dat uit? Ja, daar ben ik eens benieuwd naar. Ja, ik snap wel. Jullie zijn, want je bent 38, jij bent? Ik ben 37. 37? 35. Ja, ja, dat, toen was ik ook alleen nog maar met seks bezig. Is het ook gewoon de piek die je dan hebt of zo? Ik denk dat daar, het is hetzelfde met liefde. Er is, iedereen is ermee bezig, hetzelfde met seks. Mm-hmm. Iedereen doet het, maar er zijn nog steeds zoveel vraagtekens. Er zijn nog steeds zoveel vragen en dingen om te ontdekken, ook bij jezelf. En steeds, ik heb nog steeds dat ik denk van oké, maar nu weet ik alles. Nu denk ik dat alles. Nu heb ik alles wel. Ja, ja. En dan gebeurt er iets en denk van oké, dat vind ik het heel fijn. Maar dan ontdek ik weer van, oh, ik kan nog steeds lekker blijven leren. Ja. Nou, de podcast is voor ons een soort van leermeester. Dus ja, als er iets is waar ik nog heel veel over wil leren en kan leren, ja, dan ga ik dat doen. En dat is bij ons dan toevallig liefde en seks. Ja. Ja. Maar vooral omdat de laatste tijd zo vaak over seks gaat, viel mij op. Hè? Of is dat toevallig? Ja, als toeval. Want het valleiorgasme, ik heb daar inmiddels me een beetje in verdiept. Dat is van mijn ex. Oké. Ja, die geeft daar training in. Ja, dat is zijn bedrijf. Wat is dat even kort gezegd? Dat gaat erover dat je seksuele energie inzet voor persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Dus je kunt seksuele energie is energie. Ja. Dat kun je er een soort van uitspuiten als man en uit laten lekken eigenlijk als vrouw. Maar je kunt ook zorgen dat je die seksuele energie die je opwerkt, dat je die in je eigen systeem houdt. En dat leidt, ja, je hebt meer energie. Dat niet klaarkomen dus. Ja, je kunt een valleiorgasme krijgen, dus een ander soort orgasme, waarbij je als man niet spuit, maar eigenlijk in je lijf wel een hele orgasmegolf ervaart. Hmm. Meer vergelijkbaar met hoe het orgasme van nature al is als een vrouw. Maar als vrouw kun je dus ook het zo trainen dat je in je hele lijf een orgasme ervaart. En dat je kunt het zien als plafonds. Dus je bouwt de energie op en dan zet je je teentje zeg maar hier op en dan vervolgens kom je niet klaar. En dan bouw je, het zijn allemaal platforms van eigenlijk extase die je kunt op leren bouwen. Hmm. En dan heb je dus veel meer energie in je lijf. En ja, als je meer energie hebt, kun je meer doen. Ja, dan heb je de hele week profijt van. Ja. ik ben het, en misschien ja, als man zijnde, dat heb jij misschien ook wel. Voordat ik ben klaargekomen en nadat ik ben klaargekomen, dan kan ik de wereld echt letterlijk anders bekijken. Maar ik voel me ook minder energiek na mijn orgasme. Ja, ik heb wel eens gehoord dat je in een mini-depressie terechtkomt, vertelde een tantra-leraar mij. In een wat? In een mini-depressie, als je als man klaar bent gekomen. Ja, het erge is, zeker toen ik jonger was, dat was echt verschrikkelijk. En dan weet je nog niet zo goed waarom iemand leuk vindt. Want dan denk je dat je verliefd bent, maar dan is het misschien gewoon puur geilheid, om het even heel zwart-wit te zeggen. En dan heb je seks en dan ben je klaargekomen. En dan, wat overblijft is wat er echt is. En dan is het soms gewoon niet heel, heel veel. Ja. En dan kan je best wel depressief worden. Ja, dan denk ik van oké, alle geilheid is uit mijn lijf. En nu lig ik naast iemand die ik niet zo goed ken. Ja. En waar ik eigenlijk niet zoveel mee heb. Nee, ik voel niet zoveel verbinding. Dan kan je heel down voelen. Maar althans bij mij, ik spreek voor mezelf. Het had jaren nodig om te ontdekken wat dat was. En wat was dat dan? Ja, dat wat je net noemde. Ja, dat ik dus haar op basis van haar, van de fysieke, fysieke aantekst. Ja, voor de rest vond je er niet zoveel aan. Nou, het was niet niks, maar het was niet wat ik dacht dat het was. Ja. Het was gewoon, ik dacht van, oh, volgens mij vind ik haar best wel leuk. Ja, want ik was zo aangetrokken. Ja. Totdat je was klaargekomen. Ja, klaargekomen dat kent iedere man en vrouw misschien ook wel, ik weet niet. Toch? Ik heb dat nog niet. Nee, je kan het alleen maar doen met iemand die je ook echt leuk vindt. Ja. Ja, ik heb natuurlijk wel, je hebt allerlei fases in je seksualiteit. En ik heb een fase gehad van seksueel ontdekken. En dan kon ik het gewoon ook wel doen. Alleen op, ik vind jou gewoon heel lekker en aantrekkelijk. Maar dan had ik seksuele relaties. Dus dan wilde ik ook echt gewoon een connectie voelen met die man. En hem ook meerdere keren zien, zodat we konden groeien en verdiepen. Dus als een man geen zin had om met mij ook een beetje te kletsen en te zijn, dan hoeft het voor mij niet. Oké, dan voelde je je niet beledigd of gebruikt? Nou, dat voorkwam ik dus, dat gevoel. Dus op het moment dat je gewoon zegt van, hey goh, ik wil wel verbinding voelen en ook een beetje een gezellige relatie hebben. En dat is dan onze seksrelatie. Dan was er dus voor mij ook connectie. Oké. Dus een one night stand bijvoorbeeld, dat wilde ik niet. Maar wel een seksrelatie. Dus dat betekent dat er het uitgangspunt is seksen met elkaar. Maar dat is bij gratie van de verbinding. Oké. Dus ik heb daar nooit ja op gezegd. Wat zei je? Daar hebben we een term voor, toch? Oh, wat is dat dan? Interfuck buddy. Oh ja.
Nee, weet ik niet. Ik bedoel, zou je dat noemen? Ik het misschien te plat. Of friends with benefits. Dat klinkt. Dat kan ook. Ja. Sommigen waren niet helemaal friends te noemen. Nee. Dat waren dan toch wel iets meer sex buddies. Dus ze hingen er een beetje tussen. Ik heb met een vriendin hier wel eens. Daar ben ik wel benieuwd of jullie daar een verklaring voor hebben. Daar moet ik nu aan denken. We hadden seks en we hadden nog geen 3 minuten later knallende ruzie. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Na de seks? Na de seks. Dat is wel bijzonder. Dat is heel bijzonder, ja. Ja, dan zou je je toch een beetje verbonden moeten voelen. Maar ik heb het ook met mijn... Ja, ik wil niet te veel privé, maar met een vriendin zeg ik dan maar. Dat ik na de seks inderdaad gewoon dat we totale vreemden voor elkaar waren. Dat ik denk, een beetje wat jij net omschrijft. Ja, dat kan het. Maar zou je dan geen seks hebben gehad zonder connectie? Dat het gewoon echt alleen geiligheid was? Ja, ik weet het niet. Soms ben ik ook wel iemand die bang is voor de conclusie. Weet je wel, daar sta ik gauw op, ga ik gauw douchen. Die kant wil ik niet op. Want dan kon je je wel eens vragen gaan stellen. Ja. Je denkt, wat hebben wij nou eigenlijk? En met diegene moet ik ook, als ik terugdenk, is begonnen als een seksrelatie. We spraken altijd op dinsdag af om te seksen. Ja. En uiteindelijk is het uitgegroeid tot een liefdesrelatie, samenwonen. Maar nou ja, daar hebben we een andere keer over. Het komt te dichtbij nu. We gaan het zo nog in jullie podcast misschien erover hebben. Even promopraatje. Typhoon was in jullie podcast. Ja. Die krijg je toch ook niet zomaar. Vertelde die nog iets leuks op 9 december 2021? Is hij eerlijk over zijn liefdes en leven? Jullie hebben hem gesproken. Ik vond het een heel mooi gesprek. Ja? Het was een bekende van Mariette. Het is een vriend van mij. Okay. Dus ik weet wel alles over zijn liefdesleven. Maar dat vond ik niet echt relevant voor de podcast. Oh, jullie hebben over de lichthuis hebben jullie gesproken. Ja. Ja. Even kijken, wie hebben jullie nog meer die wij zouden kunnen kennen in jullie podcast gehad? Jan Geurts. Oh, kijk. Lou Niestad, die woont hier ook in Vinkeveen. Ja. Of The Law of Attraction. Ja. Sorry, ja. Nou ja, met Jan Geurts was een hele fijne. Is ook een polyamorist, toch? Ja. 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 En zijn boek is natuurlijk heel bekend. En ik was gewoon heel nieuwsgierig van hoe zit het nou voor hem? Want ik had daar heel veel vragen over. Van als je zo'n relatie aangaat, of je dan niet iets inlevert. Ja. Weet je? Als je die verbintenis aangaat. En de conclusie was eigenlijk wel dat hij wel wat heeft ingeleverd op het gebied van... hij ging minder... De diepte waarin hij dook met zijn partner was minder diep als in het verleden. Want hij heeft dus wel een monogame relatie gehad. Of misschien wel meerdere monogame relaties gehad. En daar was hij echt super verliefd. En dan ging hij echt de diepte in. En om die relaties te hebben die hij dus nu heeft... Ja, dan hield hij toch wel een stukje voor zichzelf. Dat was toch wel de conclusie. Hij deelde niet alles. Ja. Ik denk dat het ook wel nodig is om... Ja, misschien in zijn geval, om daarmee te kunnen dealen. Als ik voor mezelf zou spreken. Dus dat vond ik wel mooi dat hij daar heel eerlijk over was. Hmm. Hanna Kuppe is ook langs geweest, hè? Ja. Zij van het boek Liefdesbang. Ja, Liefdesbang. Heeft ook een podcast. En jij hebt een bedrijf ook, hè? Wat doet dat bedrijf? Wat kunnen we bij jou? Er zijn twee bedrijven. Eén is de Upstarter. Dan kun je opleidingen volgen als coach, healer, relatiecoach en systemisch werker. En als je healer, trainer of ondernemer bent, is er ook nog een ondernemerschapscourse. Dus coach, healer of trainer. Mm-hmm. Dus dat is de ene. Dat is de Upstarter, gewoon opleidingsbureau en Make Love Work. We geven een festival. Het is een community. Wanneer is dat? Dat festival is waarschijnlijk 5 juni volgend jaar. Oké, 2023. Staat nog een beetje in de... Ja, we hebben het gereserveerd dat weekend van 5 juni. Maar het moet nog even bevestigd worden. Ja. Ja, en Make Love Work is voor mij ook grotendeels de podcast. En er is ook een retreat. Dat retreat ben ik nog aan het opzetten. Dat wordt volgend jaar, komt dat ook. Maar Make Love Work is gewoon een missie. Toegroeien naar volwassen masculine en feminine energie. Dus volwassen liefde. Dus we willen aanwezige mannen en zachte, stralende vrouwen. Dat is onze missie. Gewoon een nieuwe generatie. Dus ja, toch? Niet, of niet? Ja, zeker. Het is niet gebaseerd op een verdienmodel meteen op de eerste plaats. Nee. Nee, het is... Het verdient wel, maar de Upstarter is gewoon echt een gezond financieel bedrijf. En Make Love Work is ontstaan en de podcast vanuit ons. Mm-hmm. Ja, ik kan het zeggen waarom het vanuit mij is ontstaan. En jij kan het natuurlijk misschien voor jezelf weer net andere woorden geven. Maar de podcast voor mij is ontstaan echt omdat wij mooie gesprekken voeren die we willen delen met mensen. En ik denk dat wij alle twee die drive hebben om... Ik denk dat jij ook wil staan voor aanwezige mannen. Zeker. En ik voor zachte, stralende vrouwen. Dus dat een intrinsieke motivatie is, maar ook gewoon onze nieuwsgierigheid. En Make Love Work is voor mij echt het bedrijf
een reactie geweest. Het is 5 mei ontstaan, 2020. Net als de podcast, toen is het ook nog gelanceerd. Coronatijd. Dat is bevrijdingsdag, ja. Covid-tijd. Ja. Als een tegenreactie op dat de verbinding niet meer mocht. Je mocht elkaar niet aanraken. Nee, knuffelen. Dus het was Make Love Work gaat echt over, yo, wij staan voor onze tribe. Verbinding boven alles. En laten we gewoon met elkaar groeien naar een nieuwe generatie. Dus dat, voor mij is Make Love Work een platform echt om te zorgen dat we naar die volwassen liefde groeien. Hmm. En dat doen we door de podcast en door dat festival. Door evenementen die in Amsterdam worden georganiseerd. En dan uiteindelijk ook een retreat waarbij je meer de diepte in kan gaan. Ja, gaaf. Ja. Jullie krijgen niet voor niks een 4,9 op Spotify als beoordeling. Ja. Dat is van 5. Ik heb het niet, ik heb een 4,7. Ik zeg ik dan ook. DwightJeffrey.com, wat kunnen we daar vinden? Daar vind je mijn artikelen die ik schrijf. Je vindt onder andere ook de podcast. Het is gewoon een stukje van mezelf wat dan digitaal is gemaakt. Geef jij persoonlijke coachings bijvoorbeeld aan mensen? Of nee, zo, of ik word wel vaak gevraagd of waarom doe je dat niet? Volgens mij kan je dat wel namelijk. Ja, zeker weten. Dat zal in de toekomst misschien wel gebeuren. Ik werk bij de School of Life op de marketingafdeling. En ik werk ook als ZZP als content creator. Ook bij de Upstarter. Okay, cool. Ja. Maar ik krijg die vraag steeds vaker. En ik doe het al voor mijn vrienden. Jarenlang zeggen mensen, Dwight, dit moet jij gaan doen. Dit. En ik denk dat het ook gaat komen wanneer het moment daar is. Okay. Dus dat wil ik nooit. Ik doe alles in mijn leven op gevoel. Nee. En het is soms voor mensen die er buiten staan heel frustrerend. Want zij denken, waarom doe je het niet nu? Omdat ik het nu niet wil. Nee, het komt wel. Ja. MakeLoveWork.nl is de website. De podcast staat dus op alle platforms. Ik sprak met Dwight Jeffrey en Mariette Ruggenberg voor de podcast Leven zonder Stress. Dankjewel voor het innoverende en leuke gesprek. En dan nemen we even pauze en dan... Nou, dan gaan we nog wat opnemen. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Heel erg bedankt.